Het ergste hoorde ik toen ik vanavond naar huis ging. Hans van der A, dat was neef van hem. Hans van der A is ter dood veroordeeld. Er waren 29 verdachten in zijn zaak, waarvan de 16 een doodvonnis hoorden velden. De rest bijna allen levenslang. Het is vreselijk, vreselijk. Jouw vader was een hele bekende figuur in Almelo, maar hij was iemand die nooit opviel. Dat klopt. Hij hield zich altijd op de achtergrond. Hij was wel bekend, maar hij moest het meer van zijn schrijverij hebben. Als hij ergens in een zaal kwam, ging hij achterin zitten, bijvoorbeeld. En hij maakte geregeld mee dat een burgemeester pas de vergadering opende als mijn vader aanwezig was. En dan zei hij, oh, de krant is er ook, daar kunnen we beginnen. Maar daar had hij een hekel aan eigenlijk. Maar voornamelijk voor het verzet schreef hij dat soort dingen. En hij maakte op een gegeven moment daar ook een krantje. Dat krantje werd verspreid door het verzet in de Bild. En hij had de stencilmachine en de typemachine om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Mijn vader werkte altijd met archief. Dus hij wist wel dat als er over mij iets geschreven moet worden, moet het ook uit het archief. Dus dat was altijd zijn sterke punt. Uit je archief, daar kun je alles uithalen. Meer klook dan dapper, dat was de titel. Ja, meer klook als dapper. En dat is dus meer slim zijn dan op de voorgrond treden. Hij zei, ja, we zullen je wel aan het praten krijgen. Moest hij weer terug naar zijn cel. Even later werd hij opgehaald. En toen is hij in zo'n martelkamer. Moest hij zijn bovenkleren uittrekken. Voorover gaan liggen op de tafel. En daar is hij met zwepen en karwatsen bewerkt. En dat geeft dus die strepen waar ik het net over had. Die ik wel eens op zijn rug had gezien. Die kwamen daar vandaan. Tanden werden uit zijn mond geslagen. Maar toch een man die heel veel betekend heeft voor het verzet in Nederland, in Den Bilt en in Utrecht. Ja, in Den Bilt. Hij is niet zo heel lang in het verzet geweest hoor. Ik denk een half jaartje of zo. Maar daar schreef hij ook heel weinig over. Want ik heb van alles gedaan om te achterhalen van wat hij nou precies gedaan heeft in dat verzet. En eigenlijk ben ik er maar sporadisch achter gekomen. Want hij schreef daar niks over op, want het was veel te gevaarlijk. Ze gingen richting Amersfoort. En na een uurtje of 5 gewandeld te hebben, dat vond hij op zich niet erg, want hij liep heel veel. Ze hadden geen fiets meer in die tijd. De tram van Den Bilt naar Utrecht liep ook niet meer. Dus hij liep al sowieso heel veel. Kwamen ze bij Amersfoort en daar kwam hij in kamp Amersfoort terecht. Maken van die biografie, heeft jou dat dichter bij je vader gebracht? Ja, ik heb als het ware in zijn ziel gekeken. En in zijn brieven, we waren dus allemaal intieme brieven naar mijn moeder toe. En ook van mijn moeder naar hem. Ja, er kwamen echt wel dingen naar voren. Dat ik dacht van, oh, was het zo'n man. En daar krijg je wel meer respect voor hem.